Zij komt hier naartoe, grote hoogtes klimmen voor de NOS om mooie plaatjes te maken straks. Want we gaan met 32.000 lopers op weg straks. Startschot wordt gegeven door de heer Tom de Graaf, eerste burger van de gemeente. Even kijken of alle parcours te leggen. Tot die tijd gaan we een mooi stukje muziek in. We hebben nog 14 minuten voor de start. 14 minutes to the start. Ik weet niet wat dribbelen in het Japans is, maar het ziet er heel goed uit. Ik heb begrepen van mevrouw Noguchi dat ze trainingsweken draait tot 300 kilometer per week. En dat is best veel, daar kijken de Nederlandse marathonlopers van op. 300 kilometer per week traint mevrouw Mizuki Noguchi, ouder van verschillende wereldrecords, winnaar van Olympische gouden medailles. Heineken en Selassie, een voorbeeld voor elke loper. Hier is hij, dan zie je de kinderen zijn afzien. Hij leert Fanny Marlene op hier in Nijmegen. Hij kent de mensen inderdaad hier, Heilig en zijn last hier. En wat is hij echt, dames en heren? Hier op de camera zien we hem voorbij komen. Hij is al echt hier in Nijmegen voor de vierde keer. En hij is bijzonder ontspannen. Kijken op de klok, dan hebben we nog 9 minuten voor de start. 9 minutes to the start, 9 minuten bis zum start, 9 minuten voor de depart. Mensen, we staan hier op het 5 kilometer punt en helemaal in de verte zien we ze daar aankomen, de toppers van vandaag. Het is op dit moment 13 minuten en 51 seconden en we zien de kopgroep daarna. We blijven hier mooi staan, om straks ook de tussentijden, onder andere van Jesper van Drielen te gaan registreren. En natuurlijk ook de snelste dames uit Japan en Ethiopië en de dus van een snelle Engelse zit daarbij. Die Olympische gouden medailles haalde, die grote internationale sportonderscheiding heeft gehad. Heineken 26 keer een wereldrecord. Hier komt hij in de verte. Wereldrecord houden op de marathon van 2007 tot 2011. En we kijken met de elektrische auto. Oh, wat is hij stil zeg, op de duurzame weg bij de Zevenheuvelloop in de verte. Daar komen twee begeleiders van de politie en die moeten hard rijden, want daarachter is hij. Heineken en Nederlandse Nazi. Ik wacht hier op de snelste dame van de finish van Heineken. Oké, hier is inderdaad, daar is hij aan zeer in Nijmegen. Wat een plaatje, wat mooi. Heineken, Nederlandse Nazi. 42 minuten en een paar tellen, daar is hij. Nijmegen uit de oren.
43-38 blijft het Nederlands record van Marco Gide. Derde plaats. Het is startnummer 8. Samson Gezai. Tweede bij de Tilburg ten Maals. Nummers 1, 2 en 3 winnen. En hier daar zien wij Koen Rijmakers. En nu is Kasper van der Wielen. Kasper Kool. Bertrand Zinzinger. Koen Rijmakers. En Kasper van der Wielen. Eerste Nederlanders. Kijk naar de vierde Nederlander. Een man die hier voor de eerste keer op de dag heen. Start nummer 15, de cross-specialist. Dan zit daarbij ook de jonge Jorrit van Walsing van de UKV Hellas. Allemaal achter Heinrich Peters en Lassie. Die moeten vandaag ook bijzonder meneer gaan wilden. Daar in de verte komt de eerste dame. Er zitten daar wat fietsers bij. We wachten op de eerste dame inderdaad. Zo dadelijk de eerste dame. Als een erepoort hier in de buurt, start nummer 5, Abdelhadi El Hakimi. Start nummer 23, Joost van den Ende van het 7-0 Training Team. Dan zit daar ook bij Stefan van den Broek. Dan krijgen we de hand van Erik Leeuwman. Start nummer 184 in de En verwelkomen we hier alweer aan de finish Tim Pleiten van Dynamica. De razendsnelleman uit Zeeland. Kijk er weg af, zijn op zoek naar de eerste dame. Zag hij de heuvel zelf niet?
Ik heb het niet gezien dat ze zag inderdaad, want hij vloog er inderdaad weer als vanouds over en in de kombak in sleept die man. Hij is al heel wat jaartjes oud, maar hij schudt nog steeds de jeugd van zich af. En dat weet hij vandaag ook weer, heeft hij hier prachtig laten zien. Maar het was een mooi onderdeel, want dat was een teamfilm die natuurlijk met het mooie weer naar Nijmegen en de regio naartoe gekomen. In Bergen-Wel was het druk op 7 kilometer per uur. Daar stonden gewoon 6, 7 rijden dik. De mensen om daar gaan kijken op die Zevenheuvelenweg. Zevenheuvelen lopen natuurlijk hier vandaag in 2011. Mensen, geef ze allemaal eens even een fijn applaus. En ook die mensen die nog moeten gaan starten en even laten zijn. Hoe komt u maar? Ja, is dat niet een mooi applaus hier van al die toppers. En nu zien we ze allemaal nog één voor één naar ons voorbij komen. Maar straks dan komt gewoon de grote NS-wagen, komt hij aanrijden. Dan gaan we hier finishen 5, 6, 7 en zelfs op een gegeven moment nog 9, 10 rijden. Ik ga eens even kijken, Mark, of die grote de bijkant voor de snelste atleet van de Zevenheuvelenloop 2011. En de snelste atleten voor de Zevenheuvelenloop. Ja, daar staan ze. En wat zijn ze mooi, zeg, wat een prachtige bloemen staan erbij. Hollandse bloemen straks worden hier uitgereikt. Wie gaan er hier in het zonnetje kussen? Het zijn de nummers 1, 2 en 3 bij de mannen. 1, 2 en 3 bij de vrouwen. En dan de eerste drie Nederlanders. Mannen en vrouwen, die gaan we huldigen. De rest van de categorieën, die kunnen zichzelf teruglezen in de uitslagen. Die krijgen van de organisatie hun prijs overgemaakt. De volgende dame die naar het finishen stond, komen 4-7, Rina Yudetsu. Uit Japan natuurlijk, veel dames vandaag in Japan. Maar er was één dame sneller uit Ethiopië, dat was natuurlijk met Kasia. Dat was de dame die hier al die Japanners achter zich liet. 456 is Reina Visser van Nijmegen Atletiek. Reina, je doet het verschrikkelijk goed, zeg. Reina, wat doet dat goed? 54 minuten en 15 seconden is het inderdaad voor Reina Visser. En al deze mensen rusten ruim onder het uur, hoor. Dus dat betekent 15 kilometer per uur gemiddeld. Sneller zelfs, 16. We gaan ons straks aanmaken voor de prijsuitreiking. Veel deelnemers vandaag doen mee aan de bedrijvenloop. Heel veel deelnemers. Ik zet hem meestal een beetje voor. 411, Merel de Knecht van Tilburg, runners. We rijden daar 405 achteraan. Colette Fagan uit Great Britain. Oftewel Engeland, waar volgend jaar in Londen de Olympische Spelen gaan plaatsvinden. En ook een van de snelste Zeeuwse dames. En ze wil over de finish gaan. Goed gedaan. Zien de finish hier van Janine van der Klashorst. Winnares van de Ladies Run van Utrecht. Janine, 55 minuten en 55 tellen. En we gaan kijken of we de mensen allemaal gereed hebben voor de ceremonie. Spectaculair. Alle medailles worden klaargelegd, alles wordt op de foto gezet. En we houden even korte lijntjes met het geluid bij DJ Marijn. Natja Weijenberg, meervoudig kampioen van Nederland op de halve marathon. Ja, Galien. Daar komt ze aan. En vooral drukker en drukker hier op de Groesbeekse weg, mensen. Nog maar een aantal minuten te gaan om binnen dat uur binnen te komen. Dat gaan al deze mensen makkelijk natuurlijk lukken. Want we hebben nog ruim drie minuten. Ja, daar komt ze aan. Voor dat uursignaal. En dat is voor heel veel lopers een magische grens. Onder dat uur lopen hier in Nijmegen. Nijmegen, het snelste parcours ter wereld op deze 15 kilometer.